Het lijkt erop dat we als samenleving een diepgewortelde fascinatie hebben voor het persoonlijke leven van BNers. Van de miljoenen Instagram-volgers van Yvonne Coldeweijer tot de nieuwsgierige kappersklanten die roddelbladen doorbladeren, en de gemiddelde Nederlander die tijdens het avondeten graag naar RTL Boulevard kijkt, roddelen lijkt wel onze nationale hobby. We willen maar al te graag weten welke geheime BNers met zich meedragen en smullen van hun fouten en misstappen. We zijn verslaafd aan de schandalen en houden ervan om hen te zien vallen. Maar laten we niet hypocriet zijn, we hebben allemaal een rol gespeeld in het creëren van dit monster. Yvonne, de roddelbladen en Boulevard bestaan bij de gratie van ons, de sensatiezoekers. Onlangs ging deze obsessie echter te ver. Toen het nieuws naar buiten kwam dat Tim den Beste onder verdachte omstandigheden van het toneel verdween, begon de speculatie over zijn situatie al snel. Er werden allerlei diagnoses gesteld, en het publiek liet zich graag meeslepen in het drama. Maar toen de VPRO aankondigde dat Tim ernstig ziek was, veranderde de toon abrupt. Het bleek dat Tim een zeldzame vorm van kanker had. Plotseling besefte iedereen hoe ver we waren gegaan. Yvonne Koldewijer deelde aanvankelijk haar ongenoegen over het gebruik van de term ernstig ziek, terwijl er volgens haar iets heel anders aan de hand was. Maar toen Tim's advocaat later bevestigde dat hij inderdaad kanker had, keerde ze haar standpunt om. Wat echter ontbrak, was verantwoordelijkheid nemen. We gingen door met speculeren alsof er geen morgen was. We hadden een grens overschreden en het deed denken aan het boek Juice van Helene van Rooyen dat de ontsporing van een roddelkoning in beschrijft. We keken toe en deden niets. Het is tijd dat we ons realiseren dat dit gedrag niet onschuldig is. We moeten beseffen dat er een moment kan komen waarop de publieke vernedering te ver gaat en iemand daardoor ernstig schade ondervindt. Wat er ook speelt in het leven van Tim, dit verdrietige nieuws had nooit zo uitgebuit mogen worden. Laat Tim den beste met rust. Het vacuum tussen diagnose en start van behandelingen is de hel, klonk het op Twitter. Het is tijd dat we ons als samenleving schamen voor ons gedrag, met Yvonne Koldenwijer als boegbeeld. Laten we hopen dat Tim de steun krijgt die hij nodig heeft en dat alles goed komt.